Welkom bij Klagemauwen TV vanuit Den Bosch met het thema Groeiende twijfel aan 9/11. Kan een stalen torenflat instorten door vuur? Dit werd op 11 september 2011 beweerd bij het instorten van het World Trade Center. Volgens de Vereniging van Architecten, Architect and Engineers for 9/11 Truth, gelden de volgende indicaties als bewijzen dat niet het vuur van de brandende vliegtuigen, maar ontploffingen het World Trade Center in New York tot instorting hebben gebracht. Zoals het extreem snelle begin van de verwoesting. Vuur zou meer tijd nodig gehad hebben. Hele grote, zich uitbreidende stofwolken, zoals bij een vulkaanuitbarsting. Meerdere tonnen zware stalen delen vlogen er verticaal uit. 90.000 tonnen metaal en beton werden verpulverd in de lucht. Ter plaatse werden deeltjes van de springstof nanothermiet gevonden. Volgens de verklaring van de architectenvereniging Richard Gage zijn bovendien tonnen gesmolten staal gevonden. Staal smelt pas bij 1650 graden. De vliegtuigbrandstof kerosine zou maar een temperatuur kunnen bereiken tussen de 760 en 870 graden Celsius. Dit zijn slechts enige van de ongerijmdheden die ertoe hebben geleid dat steeds meer mensen, daaronder meer dan 400 wetenschappers, twijfelen aan de officiële versie over de gebeurtenissen op 11 september. Als u ook niet meer wilt zwijgen, breng dan samen met ons deze feiten aan het licht. Wij zijn u van harte dankbaar.